Goedemorgen. Ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaza. En uh, ja, ik kan zeggen, ik heb een heel goed weerbericht voor jullie, want het, het ziet er super uit, niet alleen voor vandaag, maar eigenlijk tot en met het volgende weekend. Als je tenminste van zon en warmte houdt. Vandaag namelijk flinke zonnige periode, ook wat hoge sluiwolken. En aan het einde van de ochtend en vanmiddag komen er ook wat stapelwolkjes bij. Een enkel stapelwolkje kan dan zeer lokaal een bui opleveren, maar is echt heel lokaal. Meeste plaatsen droog. Heerlijke temperaturen, 18 tot 21 graden. En vooral in combinatie met amper wind zal het gewoon uh, zeer aangenaam zijn vanmiddag. Ook vanavond kunnen we nog even buiten zitten of op een terrasje. Want ook dan blijft het rustig en droog weer. En die stapelwolken lossen dan weer grotendeels op. Vind je het vandaag niet warm genoeg, dan wordt het morgen wat beter. 22 tot 24 graden. Op een enkele plek is 25 graden mogelijk in het zuiden. Opnieuw flinke zonnige periode, droog weer en weinig wind. Dinsdag komt er nog een graadje bij. Dan op meer plaatsen 25 graden. En ook op de Waddeneilanden eilanden gewoon prima omstandigheden rond de 20 graden. Woensdag en donderdag ook temperaturen tussen de 20 en 25 graden. En na donderdag wordt het warmer, komend weekend misschien 30 ik ben Michiel Severin van Weerplaza.